Maak je nog geen reels omdat je niet helemaal weet wat het nou precies is, wat je ermee kan en hoe je ze kunt maken? Kijk dan zeker deze video. Ik laat je zien wat de mogelijkheden van reels zijn en hoe je dat kunt inzetten voor je business, maar ook hoe je dus een reel kunt maken. Ik ben Sanne, ik help dienstverlenende ondernemers om te groeien en op te vallen op Instagram en ook van hun volgers klanten te maken. Wil je geen enkele video missen? Abonneer je dan zeker op mijn kanaal. En klik even op het belletje zodat je een melding krijgt wanneer er een nieuwe video online staat. Ja, Instagram Reels zijn onwijs handig om harder te groeien. Want met de post, met de standaard post, ja, dan gaat het wat moeilijker. Mensen houden van korte video. En Instagram heeft natuurlijk van TikTok afgekeken hoe populair die korte video's waren. En hebben besloten, wij willen niet dat iedereen op TikTok zit. Wij willen deze functie ook op Instagram. En zo is Instagram Reels er gekomen. Nou, Instagram Reels zijn dus hele korte video's van 15 tot 30 seconden. Waarin je dus, ja, van alles mee kan. Je kan er tips in geven. Je kan er behind the scenes mee maken. Je kan sfeerbeelden laten zien. Je kan maar alles doen wat je wil. En waarom het nou zo goed is om dat voor je business ook in te zetten, is omdat videocontent steeds belangrijker wordt. Mensen die kijken steeds meer video, YouTube en TikTok bijvoorbeeld. En op Instagram Reels zie je dat ook. Wanneer je een reel plaatst, zie je namelijk dat je duizenden views krijgt, terwijl je nog geen duizenden volgers bijvoorbeeld hebt. En je ziet ook, als je het vergelijkt met je gewone post, dat er veel meer views op komen dan op je gewone post. En dat komt omdat Instagram wil dat jij die reels gaat maken. Zij willen dus niet dat TikTok de wereld overneemt, maar dus mensen ook op Instagram blijven zitten. Ja, de aandachtspannen van mensen is echt mega kort, zo kort als die van een goudvis, oftewel 0,0. Als mensen dus op Instagram zitten, dan swipen ze echt al onwijs snel weg. Maar omdat video prikkelend is, het beweegt, dus het valt meer op. Mensen vinden het leuker, besteden mensen meer aandacht aan reels. En daar kun je ze dus precies grijpen om jou te leren kennen. Nou, mensen voelen sneller een connectie door een video. Ze ervaren sneller een emotie. En daarom is het zo handig om dus die reels in te zetten voor je business. En zeker ook omdat Instagram dus push, die beloont jou wanneer jij reels gebruikt, omdat zij willen dus dat jij heel graag reels gebruikt. Wil je nou gelijk goed beginnen met reels? Check dan even op mijn cursus wat voor je is. In mijn cursus ga ik namelijk veel dieper in op de strategie achter reels. Dus wat voor reels maken nou echt impact? En hoe zorg je ervoor dat je mensen triggert? Want daar gaat het vaak mis. En op die manier, zodra je weet wat wel werkt, verspil je ook niet meer je tijd aan wat niet werkt. Het linkje voor mijn cursus zet ik hieronder in de beschrijving neer. Maar voor nu laat ik je de basics zien hoe je nou gewoon praktisch gezien een reel maakt. Je ziet hier op mijn account al de reels knop en daar zie je het overzicht van iemand zijn reels. Nou, je ziet ook hier beneden dat er midden onder in het scherm de reels knop staat. En dat is dus niet voor niks. Dat is omdat Instagram wil dat jij dus die reels gaat maken. Daarom heeft het zo'n prominente plek gekregen. Als je daarop klikt zie je willekeurige reels voorbij komen en dan kan je gewoon lekker scrollen om ideeën op te doen. Wil je nou zelf een reel maken? Dan ga je naar je stories, zoals je een story maakt. En dan zie je dus hier rechts onderin, naast verhaal, ook de optie reel. Nou, dan klik je daarop en daar zie je dus alle opties staan. We beginnen met een hele doodnormale reel in Instagram Reels zelf. En dat doe je in je stories. Je kunt dus naar je stories toe gaan en dan zie je hieronder verhaal, maar hier rechts zie je reel. Daar klik je op. Dan zie je hier allerlei dingen verschijnen. Oh ja, en dit oranje ding is van mijn screen recording. Dus niet dat je denkt, oh mijn god, ik mis iets in Instagram. Nee, dat is dus niet het geval. Oké, we beginnen met deze optie. Dat is de optie voor 15 of 30 seconden reels. Niet iedereen heeft die optie. Soms heb je alleen 15 seconden. Ik heb hem echt sinds kort wel. Ik heb hem heel lang niet gehad, dus nou, hartstikke leuk. En als je erop klikt, dan verander je dus het aantal seconden. Daaronder zie je de muziekfunctie. Ook niet die functie heeft iedereen. Maar je kunt, als je daarop klikt, kun je muziek zien. Nou, opgeslagen. Die heb ik schijnbaar ooit een keer opgeslagen. Je kan ook gewoon zelf iets zoeken. Nou, Five bijvoorbeeld. Keep on moving. Ja, nu hoort muziek niet omdat ik deze screen recording aan het maken ben. Maar goed, oké. Five toevoegen. Dan heb je die op je clip staan. Hier is de snelheid waarmee je kan bepalen hoe snel je wil dat je reels plaatsvindt. Soms zie je die hele hyperlapse dingen die ik erg leuk vind. Dus hiermee kun je snelheid bepalen. Dit is de knop voor effecten, voor filters. Hier rechts heb je altijd standaard filters die bij iedereen hetzelfde zijn. En hier links, ja, die heb ik al een keertje opgeslagen. Maar ja, je kan hier dus van alles en nog wat uitkiezen.
ja, wanneer zou iemand deze gebruiken? Van alles en nog wat kan je hier dus gewoon kiezen. Ja, het is gewoon leuk om een keertje... Oh, wauw. Hallo. Ja, dit is allemaal zo verslavend. Hier kan je dus effecten kiezen of alvast een filter voor uitkiezen. Dus als je zoiets wil maken, kan dat dus ook. Van alles en nog wat. Mocht je trouwens een keer filters tegenkomen in iemands story, dat zie je vaak door onder de naam, daar staat dan iets. En dat is dan een filter. En als je daarop klikt, dan kan je hem uitproberen en opslaan. Dus zo kom je aan leuke filters, ja, voor jezelf. Maar we doen even geen effect nu. Hieronder zie je nog een timer staan. Die is super handig. Want wat je niet moet doen of laten zien is wanneer je zeg maar de aanknop klikt. Ergens naartoe gaat en dan je ding doet. En dan weer de uitknop klikt. Niet zo professioneel vind ik. En dat kan je verhelpen met die knop. Dit is de recordknop. Als je daarop drukt gaat hij nu gelijk opnemen. Maar wij gaan dus beginnen met die timer. Timer, hier kun je bepalen hoe lang je wilt dat je eerste clip gaat duren. Nou, wij doen ongeveer ietsjes langer, bijna 4 seconden. Wil je dat hij 3, 2, 1 zegt of wil je 10 seconden? Dat kan je dus rechtsboven hier aanpassen. 3 seconden, timer. Alright, nou, timer staat aan. Als je dus nu hierop klikt, gaat hij aftellen. 3, 2, 1. La 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 la, hier linksboven zie je dus de tijd. Eerste clip is gemaakt. Als je straks alle clips hebt gemaakt, dan zie je dus hierboven, bij die witte streepjes, dat betekent dat daarvoor een clip zit. Oké, we gaan dus nu een clip toevoegen met een ander muziekje bijvoorbeeld. Ander muziekje. Nou, happy. Happy. Prima. Oké, en dan gaan we even een effect uitproberen. Doen we die alien. Oké, dan gaan we hier, gaan we weer de timer zetten. Hupsakee, timer. La la la, oh, ik moet wel op record klikken. La 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 la. Hebbes. Als je denkt, shit, die clip is niet goed geworden, kan je dus hier op terug naar links klikken. Dan kom je bij je clips. En dan kan je dus eentje verwijderen die je wilt verwijderen. Stel je voor, we willen deze verwijderen. Ik wil een ander filter. Nou, verwijderen, klaar. Je kan hem ook nog inkorten. Dat zie je met dit schaartje. Dit korten we ietsjes in. Inkorten, hutsakee, klaar. Oké. We gaan dus nu de tweede clip. Je ziet dus hier dat de clip ook verdwenen is. Dat er nog maar één clip is. Gaan we dus een nieuwe maken. Nou, gaan we weer eventjes... filtertje. Doe die gekke, die ene gekke. Deze. Nou, stel je voor dat ik dit wil. Klikken we op weer op timer. Hallo daar. Oké, nou, nu gaan we dus gewoon de clip eventjes opvullen, zodat we verder kunnen gaan. Dus het geluid neemt niet op als ik ook echt een reel of iets anders met geluid zelf opneem. Bovenin zie je dus de tijd verstrijken. Alright, de clip is klaar. Hier zie je dus het voorbeeld verschijnen van wat er dus gebeurt. Hoe de hele clip is geworden. Je ziet hier rechtsbovenin al de opties staan om te gaan bewerken. Dus je kan nu tekst gaan toevoegen. En dan kan je bepalen hoe lang dat in beeld komt. Hier, tekst 1. Tekst 1. Nou, dan kan je nog. Dus het werkt hetzelfde als met stories. Tekst 1 zetten we hier neer. Ongelukkige filter. Tekst 1. Hieronder kan je dus sliden van oké, ik wil dat tekst 1 alleen in dit witte stukje wat je nu ziet te zien is. Je ziet dus hier ook rechts die tekst 1 wat transparanter. Dat betekent dat die daar niet te zien is. Dan gaan we nog meer tekst toevoegen. Tekst 2. 2. Dan sleep je weer dit balkje hieronder. Hoe lang je de tekst in beeld wilt hebben. Nou, laten we zeggen tot hier.
Tekst 3. Die doen we vanaf hier tot het einde. Nou, hier zie je dus tekst 1, daar tekst 2. En dan tekst 3. Dan klik je op pijltje naar rechts en dan kom je hier in het scherm waar je dus je caption nog kan schrijven. Dus hier kan je nog iets meer vertellen over ja, wat er eigenlijk allemaal gebeurt in je reel. Of je kunt het gesprek aangaan. Van alles en nog wat, hoe je dat dus normaal onder een post ook doet. Nou, je gaat hier iets schrijven. Hoe denk jij hierover? Oké. Je kunt hier al je hashtags plaatsen of in een eerste opmerking onder je bericht. Ja, ik vind het zelf altijd mooi als het onder het bericht is. Maar dat is puur, ja, of je het mooi vindt of niet. Gebruik lekker 30 alle hashtags. Zodat je video veel meer geshowt wordt bij die hashtags. Ze moeten wel te maken hebben met je video. Want anders kan Instagram dat ook gaan zien als iets wat niet klopt. En dan wordt je bericht ook weer minder gepusht. Hier heb je de optie deel in overzicht. Altijd aan vinken. En mocht je nou denken, oh, ik wil hem nog niet gelijk posten. Dan zie je onderaan opslaan als concept. Daar kan je hem dus opslaan als concept. En kan je later terug om hem later te gaan posten. De omslag. De omslag kan je nu nog aanpassen. En het is dus aan te raden om een omslag, een cover te maken. Zodat het echt past bij je feed. Dus hoe jij wil dat het eruit komt te zien. Nou, als je op omslag klikt, kan je hier een foto kiezen. Of je kan hieronder op toevoegen uit galerij. En dan voeg je een foto toe uit je galerij. Stel je voor dit. Dan is dit mijn cover. Klaar. En dan druk je hem op delen. En dan heb je je reel gemaakt. Nou, nu weet je dus hoe je reel kunt gaan maken. Ik ga je nog even een paar handige tips geven die je kunt gaan toepassen met je reels voor je business. Maar ik ben even heel nieuwsgierig. Gebruik je al reels? En zo niet, waarom niet? Laat het me even weten in de comments. Voordat je begint met reels maken, is een hele handige tip om eerst even research te doen. Kijk naar reels die jij aantrekkelijk vindt. En waarom vind je ze aantrekkelijk? Analyseer ze een beetje. En doe ook research. Wat wil jouw doelgroep weten? Waar moet jij reels over maken? Ga eerst even terug naar de basis en ga niet zomaar gewoon wat leuke reels plaatsen. Kijk ook bij je concurrenten. Wat voor reels maken zij? Hoe wordt daarop gereageerd? Waar maken ze nog geen reels over? Dan kan je in dat gat springen. Maar als je kijkt bij je concurrenten, ga ze niet kopiëren. Maak er iets eigens van. Doe vooral even inspiratie op. Niet kopiëren dus. Als je een reel maakt, zorg dan altijd dat er een doel achter je reel zit. Wil je iemand inspireren, informeren? Of wil je een verkoop gaan doen? Bedenk ook wat mensen moeten voelen tijdens en na je reel. Wat is de bedoeling dat ze na je reel doen? Moeten ze je gaan volgen? Moeten ze iets gaan liken? Moeten ze iets ergens gaan bekijken? Een blog? Schrijf dus duidelijk in je caption een call to action wat ze na de reel kunnen doen. En reels, eigenlijk gewoon alle content, is vooral trial and error. Gewoon flink experimenteren en vooral kijken wat werkt en wat niet werkt. En helaas kan je statistieken niet inzien van je reels, althans nog niet. Maar je merkt genoeg aan engagement die je erop krijgt. Hoeveel likes krijg je op, hoeveel reacties krijg je erop. En doe dan meer van wat werkt. Als jij bijvoorbeeld een fotograaf bent en je maakt reels over poseertips die fantastisch werken, maak daar dan meer van. En als je bijvoorbeeld reels maakt over je spullen die je kan gebruiken, over je materiaal als fotograaf en daar wordt minder op gereageerd, doe daar weer minder van. Het is echt gewoon experimenteren, kijk wat werkt en doe daar meer van. Als je reels gaat maken, hou dan eerst even een brainstorm. Wat voor content ga jij laten zien met je reels? Een handig trucje wat je kan doen om te beginnen is kijken wat jouw best scorende posts zijn. En dat kun je zien in je statistieken op Instagram. En maak dan van die post een reel. Heb je bijvoorbeeld een keer een reel met 3 tips gegeven waar mensen light enthousiast over waren? Maak er dan gewoon een reel van. Maak het jezelf vooral niet te moeilijk. Dat is het hele idee van content maken. Wil je nou gelijk goed beginnen met je reels? Kijk dan even op mijn cursus wat voor je is. Het linkje vind je dus in de beschrijving. Vond je deze video nou leuk en handig? Like de video dan eventjes. En vergeet je niet te abonneren om geen enkele video te hoeven missen. Super bedankt voor het kijken en ik zie je weer in de volgende video.